Babette voelt Patrick's liefde niet, overweegt abortus, neemt een overdosis, zoekt troost in vreemde armen, vindt vaseline in zijn jas en beft de grasparkiet. Nadat Patrick zich oudt, zijn drankprobleem ontkent, een tweede kans vraagt, het hoederecht over hun foetus verliest, klaarkomt in een roestig sleutelgat en haar zo zwart maakt dat zelfs zijn ergste vijand haar behandelt als een pedofiele pestpatiënt met schilfers en een dranklip. Waardoor zij nog meer de pedalen verliest, wordt opgepakt voor sluikstorten, zich als een afgedankte klinieklown voelt, nogmaals uithuilt op overdreven brede schouders en tegen het advies van haar medium in bij gepensioneerde fistfucker op de bank verzeilt, die na 15 jaar onthouding uit Madeira is teruggekeerd en die, zoals ze zelf bij tot op een tafelboot mag ervaren, met zijn vuist nog steeds van wanten weet. Terwijl Patrick op dat moment in zijn duiventil een inbreker voor de kop schiet en vervolgens de wijkagent moet pijpen om vervolging te vermijden. Daarboven blijkt hij ook geadopteerd te zijn, omdat twee Chinezen bij zijn geboorte hem verwisselden met een doodgeboren bonobo en verkochten aan de hoogste bieder op de zwarte markt van Tessenderlo. En alsof dat nog niet genoeg is, beweert zijn psycholoog dat hij een loser is. En erger nog, dat dat erfelijk is, waardoor Babette nu ook plots hun eerste kind, een gezonde knaap van 12, alsnog wil laten aborteren. En terwijl Patrick beheerst maar badend in het zweet de zoveelste deurwaarder probeert te paaien met een gratis demonstratie macramé en kortingsbonnen voor een ambachtelijke peeling, ontdekt zij in haar linkertiet een knobbel ter grootte van een hete luchtballon en kiest ze ervoor om alle zorgen van zich af te shoppen, wat door Patrick gezien zijn shoppingtrauma beschouwd wordt als een mooi begin van Wereldoorlog 3, een gebeurtenis die hij verwerkt door het schrijven van hele lange haikus en door het aanscherpen van zijn ecologisch bewustzijn, wat ertoe leidt dat hij alleen nog wol wil dragen van een mankend scharrelschaap met een aura dat glittert als een discobal. Maar uiteindelijk vallen ze elkaar weer in de armen en worden alle resterende frustraties netjes afgereageerd op een verdwaalde dagtoerist met een vervallen bongobon, die vervolgens de rest zijner dagen scrotumloos en met een sluitspier waar de rek uit is moet slijten. En nog diezelfde avond scheert Babette zijn rug en maait Patrick haar benen. Want ondanks alles houden zij nog steeds van elkaar. En ze leven samen nog lang, zij het niet echt gelukkig. Want onder het gewicht van zo'n verleden komt alleen Berlusconi nog klaar.